Hoi allemaal en welkom bij weer een extra video op de woensdag van mij, van Karien, blondebeautyfashion.nl en gewoon mijn YouTube kanaal. Vandaag een superleuke video, tenminste vind ik zelf. Ik vind het altijd heel spannend, maar ik ben altijd weer heel blij als er vragen binnenkomen. Want je hebt misschien al aan de titel kunnen zien, het wordt weer een Q&A. Super bedankt voor iedereen die vragen heeft gesteld. Ik ga ze volgens mij zo goed als allemaal beantwoorden. Volgens mij gaat dat lukken. Ik weet niet hoe lang de video wordt, maar we gaan een poging wagen. Echt super bedankt voor jullie vraag, vind ik echt heel leuk. Dus laten we maar gewoon gaan beginnen. In willekeurige volgorde. Het zijn vooral vragen over mij met Niels. Daar gaat het vooral over. De eerste vraag is, hoe hebben jullie de fles vervangen door een beker melk? Wij zijn gewoon op een gegeven moment, ik zit te denken wanneer dat was. Ik denk rond een jaar of zo. Merkten we dat hij bijvoorbeeld 's avonds, zeg maar voor het slaapgaan, was eigenlijk de laatste fles die we nog hadden. En dan merkten we dat hij die heel fijn. En op een gegeven moment was hij daar gewoon klaar mee. Dan merkte dat hij er niet meer heel veel van dronk of alleen maar soms heel veel van dronk. Dus die zijn we gewoon rigoureus gestopt, helemaal niet afgebouwd. En overdag zijn we wel langzaam gaan afbouwen volgens mij. Maar wat eten en drinken betreft is Niels echt heel makkelijk. Dus dat is, ja, bij hem, weet je, zolang hij maar eten en drinken heeft, maakt het hem eigenlijk niet uit wat het is. Dus het lastigste, of tenminste het langst heeft het geduurd dat we de nachtfles eraf hebben gehaald. Maar die hebben we dus eigenlijk ook niet afgebouwd, maar daar zijn we gewoon eigenlijk vrij rigoureus mee gestopt. Dus ze hebben wel een tijdje volgens mij, hij had eerst 240 cc en dat was echt heel veel nog voor de laatste fles, zeg maar. Op een gegeven moment zijn we wel naar 120 gegaan, dat weet ik nog wel. En nou ja, daarna zijn we vrij snel gestopt. Maar dat is misschien, ja, bij andere kinderen kan ik me voorstellen dat het soms wat langer duurt dan. Wij hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment hebben we ook een beetje om en om gedaan. Opvolgmelk versus gewone melk. Je kan op een gegeven moment gewoon gaan afbouwen dat je alleen nog een beetje warm water geeft, zo voor het gevoel. Maar ja, ik moet zeggen, wij hebben dat gedaan. En ook wel dat hij s'avonds vooral wat meer ging eten. Dat je gewoon wist, hij gaat gewoon met een volle buik de nacht in. Daar komt straks ook nog wel een vraag over trouwens. Wat ik ook een hele leuke vraag vond, was hoe wij op de naam Niels zijn gekomen. Wij hebben best wel lang nagedacht over een jongensnaam, moet ik eerlijk bekennen. Want Sven en ik zaten daar niet helemaal op één lijn. Ik zeg altijd, ik wilde wat Hollands en Sven wilde wat exotisch. Dat klopt niet helemaal. Maar wel in ieder geval, dat was ongeveer de lijn. Sven heeft natuurlijk een Scandinavische naam en zijn broers ook. En dat vonden we eigenlijk allebei wel leuk. Waarbij Sven dus weer net iets meer in de exotische varianten zat. Ik weet even niet meer de varianten, maar de iets minder bekende namen van deze wereld. En ik had zoiets van, het moet dan nog een soort van Nederlands zijn. En toen kwamen op een gegeven moment, zagen we Niels en dat vonden we een hele leuke naam. Gewoon, we wilden ook kort, dat wisten we ook. Gewoon het liefst één lettergreep. En Niels is natuurlijk en een beetje Nederlands en een beetje Scandinavisch. Dus wel Niels met alleen een I en niet IE. Toen we die hoorden, dachten we, ja, dat is hem. En het klopt ook heel erg bij. Ik bedoel, Niels is natuurlijk bijna wit. Zo blond is hij. Dus ja, dat past ook wel gewoon, vind ik heel erg bij hem. Dus ja, Niels, vandaar. Heel vaak kreeg ik de vraag of we nog een tweede kindje willen. En dat willen we zeker. Als dat ons gegeven is, zou dat heel mooi zijn. Ik kreeg ook wel de vraag wanneer. En ja, dat is gewoon, ik wilde in ieder geval niet te snel. Want het lijkt me gewoon best wel heftig als je kind nog niet zoveel kan. Dan moet je, dan heb je gewoon twee baby's, zeg maar, in huis. Maar ook niet te lang ertussen. Dus ja, wanneer dat precies is, weet ik niet. Hoeveel kindjes willen jullie? Ja, je ziet hier een thema, hè? Ik denk dat we aan twee genoeg hebben. Ik heb een gek plukje, of zie ik dat verkeerd? Ja, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt, maar twee. Ik heb altijd gezegd dat ik twee kinderen wil. En dat is ook super praktisch, want ik ben gewoon heel praktisch ingesteld. Ik denk al drie wordt al lastig op de achterbank. Drie maxicosis of zo, weet je. Ik zie het al helemaal gebeuren. Nog. En je hebt maar twee handen. Maar goed, Sven komt uit een gezin met drie. Dus ja, het kan. Maar nee, twee. Hoe bevalt het moeder zijn? Nou, dat vond ik ook een hele leuke vraag. Ik vond het sowieso allemaal leuke vragen. Het moeder zijn bevalt goed.
het is de ene dag fantastisch en de andere dag denk je, why, what happened in my life? Dat hoort er volgens mij ook een beetje bij, dat is part of the charm. Het is gewoon zeg maar twee kanten op. Het is, ik bedoel, ja, en ik denk dat dat misschien nog sterker is voor de vrouw dan voor de man, dat weet ik niet. Maar ja, dit is gewoon, Niels is gewoon letterlijk uit mij gekomen. Dat is best wel heel bizar. En ik vind ook dat je, en ik denk dat dat alleen maar meer gaat worden, dat je steeds meer van jezelf of van je partner, zeg maar, erin ziet. Dat vind ik heel leuk. En het is gewoon iets heel bijzonders dat je gewoon, een kind op de wereld zet. En ook, nou ja, zeker nu, weet je, is er veel meer interactie, weet je. Dat die mama roept en op je af komt rennen, weet je, dat soort dingen. Dat is, ja, ik vind het, ik dacht altijd dat ik echt gemaakt was vooral voor de babyfase. Want ik vind baby's gewoon echt mega lief. Maar nee, ik merk nu toch wel, hij is nu anderhalf, dat ik vind het echt steeds leuker worden. Je kan veel meer, je hebt veel meer interactie met hem. Je ziet veel meer zijn persoonlijkheid. Hij is heel rustig, heel vrolijk. Hij houdt wel van een grapje. Maar hij heeft ook wel gewoon een wil. Dus ja, het is ook geen Max Schaap, zeg maar. En het bevalt zeker. Ik vind dit, moet ik zeggen, een hele leuke fase. Er zit iets meer structuur in. Dus ik vind dit een hele leuke fase. Dus moederschap bevalt me zeker. Maar het zijn ook dagen dat ik echt denk, nou, hou maar op. Dan heb je weer een paar nachten vreselijk geslapen. En dan wil hij alleen maar huilen. Of dan komt er weer een tandje. Of ik weet het niet. Dus ja, dat zijn de minder leuke momenten in het leven. Maar of dingen dat je gewoon niet meer, en dan hebben wij het nog ontzettend luxe hoor, maar dat je gewoon niet zomaar meer kan zeggen, ik heb nu zin om dit of dat te doen. Ja, dat kan niet. En dan hebben wij het, wat ik zeg, nog heel luxe. Dus ja, dat. Daar haak ik dit wel mooi op aan. Heb je nog veel vrije tijd? En wat doe je, zeg maar, zonder Niels? Wat zijn je hobby's? Nou, natuurlijk jullie. Mijn YouTube. Dat is natuurlijk een ontzettend grote hobby van mij. Daar word ik heel blij van. Verder vind ik het gewoon nog heerlijk om lekker theetjes te doen met vriendinnen. Of te stappen. Alhoewel het lastig is als je een kater hebt met de kleine natuurlijk. Of zoals gisteren ben ik lekker met Sven uit eten geweest. Dat is ook heerlijk. Maar gewoon ook lekker op de bank hangen en een serie kijken. Of een boekje lezen. Dus ja, ik heb verder niet, en sporten, maar ik heb verder niet echt enorme hobby's. Ik verzamel geen postzegels of brei dingen of zo, maar gewoon YouTube, dat is denk ik mijn grootste hobby. En heb ik nog veel vrije tijd? Nou, dat valt wel een beetje tegen. Maar dat is ook denk ik heel erg afhankelijk van bijvoorbeeld je kind. Niels slaapt niet super lang overdag. Vandaag waren we ontbijten met vrienden van ons en hun zoontje is een stuk ouder dan Niels, maar die slaapt 2 tot 3 uur nog per dag. Met Niels zijn we blij als we 2 uur redden. Maar als je die natuurlijk 3 uur zou slapen, dan heb je dus gewoon nog 3 uur op een dag waar je gewoon nog iets voor jezelf kan doen. Nou, dat zit er bij ons niet echt meer in. Dus is dan vooral de avonden. Dus dat is soms lastig. Als ik bijvoorbeeld aan de site en gewoon nog even een boekje wil lezen, dan wordt het een beetje krap. Dus nee, je hebt niet heel veel vrije tijd meer met een kind. Het is ook niet zo, maar dat komt natuurlijk wel weer. Op een gegeven moment kan je natuurlijk gewoon best wel een boekje lezen als hij aan het spelen is of zo. Maar nu moet je het natuurlijk nog best wel in de gaten houden. Zijn favoriete speelgoed was een vraag. Nou, ik maak natuurlijk sowieso eens in zoveel tijd favorieten van Niels, waarin ik zijn favoriete speeltjes of favoriete dingen die ik voor hem heb ontdekt. Maar hij heeft een aantal echt favorieten. Dat is zijn fietsje. Dat is van Angels and Bandits. Ik zit nu rond te kijken, maar ik zie hem nu even niet staan. Maar dat vindt hij fantastisch, een driewieler. De Little People boerderij is een grote favoriet. Boekjes, zijn tafel en zijn stoel, zeg maar. En zoekboeken in specifiek. Niet dat hij heel goed kan zoeken, hoewel dat ze eigenlijk ook steeds beter gaat. Maar gewoon plaatjes kijken, zeg maar, vindt hij heel leuk. En voorgelezen worden trouwens ook. En hij heeft een Little Trikes, heet dat volgens mij, Little Trikes auto, groot ding, waar hij ook op kan zitten en zo. Die vindt hij heel leuk. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste dingen. Boekjes denk ik wel echt met stip op 1 van alles, denk ik. Ja, en het wisselt ook een beetje. De ene dag vindt hij het een leuk en de andere dag het ander. Hoeveel uur per week werk je en hoe verdeel je dat? Dat vroeg iemand die nu zwanger is, gefeliciteerd. En nog 40 uur in de week werkte en een beetje aan het zoeken was hoe ze dat straks wil gaan doen. Nou, dat begrijp ik heel goed. Ik werkte 4 dagen in de week en dat doe ik nog steeds.
Ik heb het eerste jaar heb ik nog ouderschapsverlof opgenomen, een dag per week. Was dat het hele eerste jaar? Nee, om de week een dag. Ik moet even nadenken. En nu heb ik eigenlijk, de woensdag is gewoon de mamadag. Dus op woensdag ben ik met de kleine man. En normaal had Sven ook een pappadag, maar die heeft een nieuwe baan en daar is nu even geen tijd voor. Dus mijn moeder neemt zijn dag tijdelijk over. Dus ik werk 32 uur. En Niels is dan 2 dagen in de week in de opvang. 1 dag doet mijn vader en 1 dag doet mijn moeder. En mijn moeder komt vaak ook nog even buurten op woensdag. Maar in principe is het dus werk ik 4 dagen. En dat vind ik heel erg prima. Ik merkte als ik echt 3 dagen ging werken, dan werd mijn werkweek zo kort. Dan kom je eigenlijk nergens aan toe en dan krijg je alleen maar stress van. Tenminste, bij mijn werk. Maar ja, je wil natuurlijk wel je kind genoeg zien. Dus ik vind die ene dag wel echt, die woensdag wel echt heel fijn. En ik heb voor de woensdag gekozen. Ik was voorheen altijd op vrijdag. Maar Sven kon bij zijn oude werk alleen maar op de vrijdag. Dus ik ben toen voor de woensdag gegaan. En ook omdat een collegaatje tipte van, dan heb je een beetje een break in de week dat je je kind nog ziet. Want als het pas vrijdag is, dan heb je de hele week eigenlijk dat je je kind niet ziet. En zeker als je nog borstvoeding geeft, is dat echt een aanrader. Dus dat. En dan kwam er een vraag, en ik wist niet of die over mij ging of over Niels, maar er staat, wat vind jij aanraders qua kleding, merken, winkels, bepaalde kledingstukken? Dus ik weet niet of dat voor mij voor Niels gaat, dus ik zal voor allebei een beetje doen. Nou, mijn favoriete winkel is de Stradivarius, zit sinds kort ook in Utrecht, ben ik heel blij mee. En Stradivarius is een zusje van de Bershka en de Pull&Bear, en daar word ik altijd heel erg blij van. Ik moet zeggen dat vroeger was hun stijl iets romantischer, het is tegenwoordig iets strakker en stoerder of zo. Dus ik vond vroeger net iets leuker. Maar still love it. En het zit me ook gewoon altijd goed. En ja, verder weet je, de Zara, de Bershka, de H&M. Ik ben wel van de goedkope winkels. Ik heb liever zeg maar 3 shirtjes van 20 euro dan eentje van 60. Ik merk wel dat dat iets begint te veranderen. Maar ik zal nooit hele dure dingen kopen. Ik denk dat Sven al lacht als ik dit ga zeggen. Maar ik heb veel te veel keuzestress. Dus ik bij een paar schoenen, wat zeg maar over de 50 euro is, krijg ik al totale. Dat ik denk, ja, maar straks blijkt toch thuis dat ze niet lekker zitten. Of nou, dat soort dingen. Dus nee, ik ben niet zo goed in dure kleding kopen. Omdat ik dat gewoon, dan kan ik niet kiezen en dan ben ik bang dat ik er spijt van krijg en dat soort dingen. Ik kan sowieso niet kiezen, ook met vakanties en zo. Hou op met me. Dus dat voor mij. En qua kledingstukken, ja, ik hou, maar dat komt ook een beetje door mijn buik. Ik heb sinds de zwangerschap heb ik rectusdiastase, dus dat je buikspieren uit elkaar staan, waardoor vaak je darmen naar voren komen. Dat klinkt heel ranzig, dat valt reuze mee, alleen het ziet er gewoon niet zo mooi uit, want je lijkt een beetje zwanger, dus... ik draag wat lossere kleding bij mijn buik. Maar ik vind dan wel belangrijk dat het bij mijn schouders en mijn armen zeg maar strak zit. Dus ik draag heel graag klokjurkjes. Of van die, volgens mij heet het swing dresses of zo. Met gewoon een strakke mouw. En dan dat ze gewoon nog strak boven zitten. En dan langzaam uitwaaieren. Eigenlijk ook niet meer echt met een taille. Maar wel gewoon dat je je slanke benen en je slanke armen nog ziet. Dat vind ik heel mooi. En ik draag vooral heel veel spijkerbroeken. En over het algemeen gewoon een normale regular waist, zeg maar. Niet heel hoog en niet heel laag. Alhoewel ik die ook allebei wel in mijn bezit heb. Dus dat is een beetje de kleding. Ik hou van, dit soort kleuren vind ik heel mooi. Maar eigenlijk draag ik bijna alle kleuren wel. Tenminste, ik draag bijvoorbeeld dingen als kobaltblauw draag ik ook. Maar ook dus dit soort zachte kleuren. Maar favoriet zijn toch wel grijs, zwart en wit. En beige en roze. En dan vooral een beetje licht roze. Een beetje van het romantische roze. Dus dat. En voor Niels is denk ik, vind ik H&M het mooist bij hem zitten. Dat heeft gewoon bij hem de mooiste pasvorm, vind ik. En daar vind ik ook meestal wel leuke dingen. Ik moet zeggen dat ik vaak online leukere dingen vind dan in de winkel. Maar dat is misschien omdat ze in de winkel niet altijd het hele assortiment hebben. En verder draagt hij natuurlijk Hema, rompertjes en zo. Ik vind het merk Zacht heel mooi. Een set en dan een 8. Maar ja, dat is meteen ook wat duurder. En dat begint nu weer aantrekkelijker te worden. Omdat hij nu natuurlijk niet meer zo heel snel groeit.
En ik ben nu op zoek naar nieuwe schoenen. Mocht jullie nog tips hebben voor fijne schoenen voor de kleine man, let me know. Want ik vind het echt heel lastig. Hij had nu schoenen van Bobux. Dat is een merk uit Nieuw-Zeeland en die vind ik echt fantastisch. Maar die zijn best wel prijzig en dat vind ik ook wel weer zonde omdat ze er zo snel uitgroeien. Alhoewel die met deze heel lang heeft gedaan hoor. Maar heb je tips, laat me ze vooral weten. Dus dat even voor wat betreft nieuws. Dan, wat vind je het allerleukste aan YouTube? Nou, dat zijn jullie natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn, want zonder jullie zou ik hier echt al lang niet meer zitten. Want dan hou je dat echt niet zo lang vol. Ja, jullie reacties en steun en ja, dat vind ik echt fantastisch. En ik vind het gewoon heel leuk om te zien dat je echt mensen kunt helpen. Zeker de video's rondom de zwangerschap en rondom mijn klachten met mijn buik, over de mesoloog. Ja, dat je daar ook de reactie op krijgt van wauw, het heeft me echt geholpen. Of wauw, dat vond ik echt zo'n fijne tip. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Ja, en gewoon met make-up spelen, dat blijft toch ook een enorm grote hobby van mij. En nou, dat ik dat met jullie kan delen, vind ik ook heel leuk. Wat vind je de leukste tutorials om te filmen? De leukste advertorials om te filmen, sorry. De leukste advertorials om te filmen. Ja, dat zijn denk ik toch wel eerste indruk video's. Dus als ik een product opgestuurd krijg en dat ga testen. Maar ik vind het ook wel heel leuk als ik word benaderd voor een bedrijf. En dan zeggen ze, weet ik veel, wil je deze tas laten zien of zo. En dan denk ik altijd, ja, ik ga niet zomaar een tas laten zien. Ten eerste moet ik de tas leuk vinden. Dat is natuurlijk, dat staat natuurlijk buiten kijf. Maar dan vind ik het gewoon heel leuk om daar iets omheen te bedenken. Zo heb ik een keer, als we het over een tas hebben, heb ik een keer een video opgenomen met een tas. En hoe je hem dan op, zeg maar, meer casual en meer naar je werk. En hoe je hem dan kan stylen, zeg maar. Dat vind ik heel leuk om er dan net even iets creatiefs mee te doen. En dat je dan ook die vrijheid krijgt om dat te doen. Dus ja, dat. En dan de laatste vraag. De eerste was, een vraag met twee delen. De eerste was, wat is het recept voor het bananenbrood? Ik zal het, als ik het niet vergeet, hieronder even linken. Maar het is van de site, ik heb het even opgeschreven, personalfoodcoaching.nl. Personalfoodcoaching.nl, dat zie ik ook eventjes. En die vind ik echt super lekker en is lactosevrij en suikervrij en heerlijk. En dan de tweede vraag was, en die had ik eigenlijk meer bij het Niels onderwerp kunnen doen, maar hoe ging het toen Niels met de pot mee ging eten? En ja, dat is heel... ik ga even goed voorzitten. Dat is heel geleidelijk gegaan. Nou, wat ik al zei, eten is bij Niels gewoon niet zo'n probleem. Niels vindt al het eten lekker. Als wij eten op tafel hadden, wilde hij eigenlijk al vrij snel dat ook proeven. We hebben heel veel gekookt aan het begin uit Opperdepop, kookboek van de Albert Heijn, waarin hij al heel veel smaken leerde kennen. En dat gingen we steeds, zeg maar, minder fijn pureren. En we deden ook af en toe wel potjes hoor. En nog steeds af en toe. Als we het gewoon echt niet redden qua tijd of ik weet het niet. En we proberen nu zoveel mogelijk dingen te eten. Die ook een beetje soep bijvoorbeeld, dat eten we niet met hem, want dat is gewoon, dat wordt hem niet. Maar als we bijvoorbeeld aardappels, groente, vlees eten, dan eet hij gewoon mee. En dat ging bij hem heel makkelijk. Wat we wel eigenlijk altijd doen is, het wordt altijd een drie gang menu. Dat houdt in dat we beginnen met de groenten. En die geven we eigenlijk al, als we aan het koken zijn, geven we hem alvast de groenten. Dus bijvoorbeeld broccoli of dopertjes of zo, en dan gaat hij dat alvast eten. Dan is hij ook niet aan het jengelen omdat hij eigenlijk honger heeft en het niet opschiet. Maar hij eet ook meteen al zijn groenten op. Hij eet supergoed groenten als hij het maar als eerste krijgt. En dan doen we daarna bijvoorbeeld de aardappels en pas daarna het vlees. Want het vlees wil hij het meeste van hebben, zeg maar. Maar dat willen wij pas als hij al het andere goed gegeten heeft. Dus wel drie gangen menu tegenwoordig. Dus ook voor onszelf is dat meestal het geval. Ja, we hebben daar echt ook niet heel veel spannends mee hoeven doen eigenlijk. Dat viel heel erg mee, ging heel erg makkelijk. Maar ik zou zeggen, bouw vooral de structuur af van heel fijn naar steeds iets grover. En op een gegeven moment gingen we hem gewoon al voeren, zeg maar, de grotere stukken geven. En op een gegeven moment merkten we dat hij graag zelf met een mes en vork, of nou, een mes, lepel en vork wilde eten. En ja, dat wordt even een zooi.
En maar binnen de perken zou ik dat vooral ook lekker laten gebeuren. Laat hem maar lekker klooien met dat eten. Wel blijven eten, niet dat hij er alleen maar mee gaat spelen natuurlijk. En ja, weet je, begin gewoon met groente aanleren, dan fruit en dan al het andere. En ja, bij ons werkte dat heel makkelijk. Ik heb daar dus niet echt ultieme tips voor. Maar mocht je nou iets specifieker willen weten, vraag vooral. Alleen ja, bij ons ging het gewoon eigenlijk heel erg makkelijk. Gewoon tegelijk eten met hem. En dan ging hij met de pot mee eten, omdat hij gewoon alles wilde wat op ons bord lag. Het enige wat hij niet lust is bietjes. Dus in die zin is het vrij eenvoudig. Ik moet wel zeggen dat hij bijvoorbeeld pasta of zo ook niet per se heel lekker vindt. Maar goed, dat vind ik ook niet erg. Hij mag voor mij ook alleen de groenten en het vlees eten dan. Want hij krijgt verder gewoon brood. En 's ochtends krijgt hij tegenwoordig ontbijt met muesli. Dus dat eigenlijk. Dat was de hele Q&A. Ik heb geen idee hoe lang ik heb gepraat, maar volgens mij best wel lang. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Super bedankt nogmaals voor al jullie vragen. Mocht je nog meer vragen hebben, er komt er vast nog wel een keer één. Als er nou heel veel zijn, dan kan ik er nog eentje opnemen. Laat maar weten. En je mag natuurlijk sowieso ook altijd vragen tussendoor stellen. En dan zal ik ze zeker beantwoorden. En super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!